Goedendag, u kijkt naar de sportupdate van RSC waar we u het nieuws brengen van sport in en rondom Nijmegen. NEC heeft geen goede zaak gedaan afgelopen maandag tegen Jong Ajax. De Nijmegenaren wisten het doel moeilijk te vinden en konden de vroege 1-0 maar niet ombuigen. Het was een pijnlijke nederlaag, want door het verlies heeft NEC het niet meer in eigen hand en kan het enkel bij misstappen voor Fortuna nog kans maken op directe promotie. Jong Ajax staat dan wel eerste, maar mag reglementair gezien niet promoveren. Komende wedstrijden zal op zijn minst gewonnen moeten worden van Jong AZ en Dordrecht, maar het lijkt er in alle waarschijnlijkheid op dat het kampioenschap niet meer mogelijk is voor de ploeg van Pepijnlijners. Sven Braak zal in ieder geval niet aanwezig zijn bij de laatste wedstrijden. De spits heeft een hamstringblessure opgelopen en ligt er zeker nog 2 tot 4 weken uit. NEC speelt 20 april thuis tegen Jong AZ. Fortuna speelt dan uit bij Jong Utrecht. Aarhus Devils zit niet stil na de afloop van de competitie. De club heeft in midden maart Alexander Jacobs de nieuwe hoofdtrainer gevonden en zo heeft de club 2 nieuwe spelers aan zich weten te binden. De 22-jarige Roderick van der Hout en 24-jarige Dennis Molle maken de overstap naar Devils. De familie Molle zijn geen onbekenden van voorzitter Joop Vullis, die al eerder actief was als voorzitter van 1994 tot 1997. Zo haalde Vullis vader Riester Molle naar Nijmegen in het seizoen 1997. De komst van Molle heeft tot gevolg dat de club wel afscheid neemt van goalie Tomislav Virelja. Naast het vastleggen van nieuwe versterkingen heeft de club de contracten verlengd van verschillende spelers, waaronder de captain Levi Houkes. De club is nog zeker niet klaar op de transfermarkt, zo kondigt de club nog nieuwe versterkingen aan komende periode. Komende zondag is erop of eronder voor de dames van NMHC. De Nijmeegse vechten tegen degradatie in de ontknopen van de competitie. NMHC staat oncomfortabel als 11e geclasseerd van de 12 en staat daar ook nog eens gelijk met hekkensluiten Groningen in punten. De nummers 10 en 11 spelen zogeheten play-outs om een plek te behouden in de competitie. Daar wordt de nummer 12 direct degradeerd uit het hoogste niveau voor dameshockey. Komende wedstrijd zal in eigen huis gespeeld worden tegen Huizer D1, die een plekje boven NMHC staan op plaats 10. En op zondag 22 april organiseert Stichting Enjoyed Ride een fietstocht wat geld inzamelt voor Stichting Tegenkracht. En die stichting zet zich in voor patiënten met kanker. Voor slechts 20 euro doe je al mee en kun je kiezen uit verschillende routes wat afgestemd is voor jong en oud. Voor de echte fietsfanaten is er de 100 km wielrennenronde. En start en eindigen gebeurt bij Café Sint-Anneke. En inschrijven kun je doen via de website www.enjoyderidetour.nl. Dit was het voor nu voor de sportupdate. Wilt u op de hoogte blijven van sport en het nieuws, gaat dan naar de website www.rnc.nl of volg ons via Facebook, Instagram of Twitter. Voor nu erg bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.